Hallo, mijn naam is Thijs Joris en welkom bij Café Vuurland. We hebben vandaag iets heel bijzonders in petto. Ik ga in gesprek met de Zuid-Koreaanse schrijver Sang-Yong Park en zijn Nederlandse vertaler Matto Mandersloot. Sang-Yong won in 2016 de New Writers Award voor zijn eerste verhaal. En daarna publiceerde hij een succesvolle verhalenbundel. Zijn romandebuut is net in het Nederlands verschenen bij Das Mag en heet Liefde in de Grote Stad. Sang-Yong en Matto, dank dat ik jullie mag spreken. Superleuk. Ik ga meteen beginnen met mijn eerste vraag, denk ik. Liefde in de Grote Stad is een roman, maar niet een normale roman. Het boek is opgebouwd uit vier delen en die hebben allemaal een eigen focus en eigen personages. En daardoor zijn ze bijna ook te lezen als lange, losstaande verhalen. Sang-Yong, hoe kwam je tot de keuze voor deze vorm?헤더시 자랑곡은 소설이지만 평범한 소설이라고 할수 없습니다. 이야기는 네 가지로 나눠됩니다. 각 부분은 독립하고 긴 단편 소설로 읽을 수 있습니다. 이런 구성을 어떻게 하셨습니까? 일단은 한국의 문학 그 생산 시스템이 주로 저 같은 신인 작가들한테는 짧은 소설의 지면들이 주어지거든요. 그래서 저는 원래 긴 분량의 이야기를 쓰고 싶은 생각이 항상 있었는데 한국의 문학 시스템과 어떤 저의 그 욕망을 한꺼번에 이렇게 실현할 수 있는 방법이 없을까 고민하다가 같은 화자가 등장하는 독립된 네 가지 이야기를 각자 다른 지면에 저한테 이렇게 청탁이 온 지면에 발표하자라는 생각을 했습니다. Hij zegt dat in Korea is er een bepaald systeem dat de voorkeur geeft aan korte verhalen eigenlijk. Zeker voor beginnende schrijvers. Dus veel schrijvers debuteren eigenlijk met een korte verhalenbundel. Dus hij had eigenlijk vanaf het begin af aan al een roman in zijn hoofd, een lang verhaal. Maar puur vanwege het systeem kon hij dat niet op die manier uitbrengen. Dus toen bedacht hij een idee waarin dezelfde hoofdpersonen eigenlijk een rol spelen, maar goot hij het in een vorm waarin eigenlijk de vier verhalen ook losstaand gelezen kunnen worden. En zo zijn ze ook in eerste instantie uitgegeven. Dus sommige verhalen zijn al op zichzelf een keer in een blad uitgegeven. Op die fiets. Ja, 그리고 제가 이제 소설을 쓰면서도, 이한 인물이, 이렇게 시간이 지날수록 다른 사람들을 만나서, 여러 사람들을 만나서 어떻게 변해가고 있는지에 대해서, 각자 다른 소설이 서로에게 영향을 줄수 있게 그렇게 구상을 했고, 쓴 순서는 우럭한점 우주의 맛이랑 제희를 동시에 썼고요. 그래서 따로 발표했고, 세 번째, 네 번째 챕터도 동시에 써서 따로 발표했거든요. 예, 그렇게 맞추시면 될것 같아요. 20대 어떤 초중반의 사랑을 먼저 쓰고, 그 다음에 이제 20대 후반과 뭐 30대 초반의 사랑을 다루려고 했습니다. Hij zegt ook dat hij het interessant vond om tijdens het schrijven te kijken hoe de verschillende karakters en personages invloed op elkaar uitoefenen. Dus hij had eigenlijk de eerste twee verhalen van het boek tegelijk geschreven. Maar die zijn toen apart van elkaar uitgegeven in andere bladen en toen later dus gebundeld in deze roman eigenlijk. En hetzelfde geldt voor de tweede helft. Dus de derde en het vierde verhaal heeft hij ook tegelijk geschreven en zijn toen los van elkaar uitgegeven. Ja. Wat voor invloed denk je dat deze vorm heeft gehad op het verhaal dat je hebt verteld? En was het heel anders geworden als het één lange roman was geworden? 어떤 영향을 전 이야기가 어떤 영향을 받았어요? 이 구성을 선택한 이유로 어떤 영향을 받았어요? 왜냐하면 만약에 이 같은 이야기는 장편 소설로 썼다면 다른 이야기였을까요?
전혀 다른 이야기가 됐을 것 같고요. 이 처음 쓸 때부터 하나의 작품을 떼놓고 봐도 단편소설로서 완결성이 있고 같이 합쳐놓고 보면 조금 더 다른 의미를 낼 수 있는 시너지를 낼 수 있는 그런 구성을 제가 구상을 했기 때문에 장편소설로 애초에 기획을 했으면은 내용도 인물도 방식도 완전히 달라졌을 것 같아요. 네. Hij zegt dat het dan een totaal ander verhaal was geworden. Puur omdat als hij vanaf het begin had geweten dat het echt een roman zou worden in pure vorm, dus een doorlopende roman, dan hadden alle personages die erin voorkomen, waren anders uitgepakt eigenlijk. Dus hij denkt echt dat het, omdat je met in je hoofd eigenlijk aan een kort verhaal aan het werken bent, dat je een ander, dat het verhaal een andere loop neemt. Ja, ik was heel erg onder de indruk van hoe je in dit verhaal echt personages van vlees en bloed weet te creëren. Misschien ook wel door die vorm inderdaad, dat je daar een bepaalde ruimte voor hebt. Bijvoorbeeld de beste vriendin van de hoofdpersoon, Jay, in het eerste deel, die maakt al zo'n grote indruk. Dat is echt heel speciaal. Hoe creëer je de personages van je verhalen? 그리고 등장하는 인물들이 실제 하는 사람처럼 박진감 있게 그려져 있습니다. 예를 들어, 제이는 처음부터 깊은 인상을 줍니다. 인물들을 만들어내는 방법이 무엇입니까? 인물들을 만들 때, 좀 전형적으로 느껴지는 부분들을 조금씩 바꿔서 디테일들을 많이 부여하는 그런 방식으로 캐릭터를 만들고 있고요. 그래서 사람들이 잘 알고 있다고 생각하는 캐릭터를 더 많은 사소한 디테일들을 많이 집어넣어서 진짜 세상에 존재하고 있구나라는 느낌을 주기 위해서 노력을 합니다. Hij zegt dat hij heel erg zijn best doet om vanaf het begin eigenlijk triviale details toe te voegen aan karakters, zodat je echt het idee hebt dat je ze persoonlijk kent. Dus je komt eigenlijk dingen over te ze te weten die misschien in andere boeken onbelangrijk worden gevonden, maar die vindt hij heel belangrijk om mee te geven aan zo'n karakter, zodat mensen als ze het lezen het idee hebben van, oh, deze personages die ken ik persoonlijk. En al die personages komen om die liefde te zoeken naar de stad, dan ook de titel Liefde in de Grote Stad. Het speelt zich af in Seoul, het speelt zich af in een paar andere steden. En de hoofdpersoon is ook soms door de stad bevangen en zo schrijf je het dan, het prachtige Seoul en de luidruchtige muziek. Wat is het aan de grote stad dat je intrigeert als setting voor een roman of voor een verhaal?그럼 그 영과 다른 인물들이 다 서울에서 사는 인물인데 그 소설의 배경은 주로 서울인데 다른 도시도 등장합니다. 주인공은 어떨 때는 도시에 취해 있는데 아름다운 서울시티 시끄러운 음악 소리 때문이라고 볼수 있습니다. 그럼 대도시는 흥미로운 점이 많습니까? 소설의 배경으로 사용하신 이유는 무엇입니까? 대답이 길어질 것 같으니까 제가 하나 두개세 개로 끊어서 얘기를 할게요. 하나씩 차분히 설명해 주세요. 일단 첫 번째로 방금 아름다운 서울시리 시끄러운 음악 소리 이거는 그 2NE1의 노래에서 제가 가사를 따온 거예요. 거기 가사에 있던 그거고요. 이 소설에 그 주로 대도시가 등장하게 된 거는 소설 속 인물들이 첫 번째로는 이제 소수자이잖아요. 소수성을 가진 인물들이 많기 때문에 마이너리티이기 때문에 저는 큰 도시라는 게 결국에는 마이너리티들이 서로 만나기 좋은 공간이기도 하고 왜냐면 작은 공간에서 서로 만나기 힘들잖아요. 그리고 또 익명성을 서로 확보하기가 좋잖아요. 그러니까
조그만한 작은 동네에서는 옆집이 누가 살고 이런 걸다 아니까 자신의 어떤 소수성을 숨기고 살아야 되기 마련인데, 큰 도시에는 많은 사람들이 있기 때문에 소수자끼리 만나기도 좋고 서로 익명성을 보장받기 좋은 도시이기 때문에 서울이라는 대도시를 선택을 했던 게첫 번째 이유입니다. Oké, okay. Ja, jullie kan het. Hij gaat drie redenen geven. Dus we doen het even in stukjes. Hij zei verder dat de quote die je bij deze vraag stelde, komt uit een liedje van 21, zo'n K-popgroep. Dus precies die zin is een lyric eigenlijk. Oh, grappig. En verder zei hij dat de meeste personages die in het boek voorkomen zijn natuurlijk minderheden. En een grote stad is voor hen een fijne ontmoetingsplaats eigenlijk. Want hij zei dat in kleine dorpjes kent iedereen elkaar bijvoorbeeld. Nou ja, hij komt zelf uit Daegu, dat is nog wel een grote stad. Maar eigenlijk, misschien is dat al. Is het daar al moeilijker om elkaar te ontmoeten? Dus in een grote stad, zei hij, kunnen ze meer hunzelf zijn en zijn er ook relatief dus meer. Dus ja, in een dorp ben je misschien de enige die zich identificeert als queer, maar in een grote stad kun je met elkaar kun je elkaar vinden. Dat was de eerste reden.네, 그두 번째로 여기 등장하는 대도시들이 뭐가 있냐면 서울, 상하이, 뭐 방콕 등등의 도쿄 이런 대도시들이 있는데, 이 아시아의 대도시들이 각자 어떤 소수 퀴어를 대하는 방식, 그 도시의 도시성이 서로 다르다는 것을 좀 보여주고 싶었거든요. 그래서 이를테면은 방콕 같은 경우는 약간 Queer Central in Asia 같은 느낌이 좀 있고, 그래서 많은 사람들이 파티하러 가고 모이고 그런 느낌이 있고, 또뭐 도쿄의 느낌은 또 다르고 상하이의 느낌은 또 다르기 때문에 그 대도시별로 어떻게 소수자를 다르게 대하는지를 제가 소설 속에서 좀 보여주고 싶은 마음이 있었기 때문에 이렇게 여러 가지 대도시들을 쓴 것도 있습니다. Daarbij had hij ook het verlangen om met dit boek te laten zien hoe de verschillende grote steden in Azië van elkaar verschillen als het gaat om hun houding ten opzichte van queers. Dus van Bangkok, waar de personages naar op vakantie gaan in dit boek, zei hij dat wordt eigenlijk gezien als het queer centrum van Azië. Maar in Tokio of in Shanghai, daar geldt weer een hele andere sfeer als het gaat om de queer community. Dus hij wilde door middel van het boek aan zijn lezers duidelijk maken, ook in Korea dus, hoe dat zit.그 마지막으로 제가 대구라는 대도시에서 자랐는데, 거기가 한국에서 제일 보수적인 도시예요. 근데 그때 10대 저한테는 서울이라는 곳이 되게 자유롭고 어떤 이데아 같은 곳이었거든요. 그래서 그런 저의 개인적인 의미까지도 담겨 있는 것 같아요. 제가 서울을 그런 의미에서 너무 자유롭고 사랑하는 도시라서 소설 속에서 되게 잘 구체적으로 잘 다루고 싶었습니다. En de laatste reden is eigenlijk een persoonlijke reden, omdat hij zelf, zoals ik net zei, is opgegroeid in Daegu. En dat wordt gezien als de meest conservatieve stad in heel Korea. Dus voor hem symboliseert Seoul eigenlijk vrijheid en een ideaal. Dus toen hij daar ging wonen, dat was voor hem een keerpunt in zijn leven eigenlijk. Dus hij wilde dat uiten door middel van het schrijven van dit boek. Wauw, wat een mooi antwoord. En ook wat grappig dat we tussendoor nog op een K-pop lyric stuiten. Want dat zit ook heel erg vaak in het boek, heel veel verwijzingen naar Koreaanse muziek. En als ik hier zo over hoor praten, heb ik het gevoel dat van groepen als 21, maar ook bijvoorbeeld Tiara, waar een vriendengroep
hun naam aan ontleent. Een soort vergelijkbare rol spelen, ook bijna een soort van vluchthaven, net als die stad zelf. Is dat een vraag? Ja, dat zou een vraag kunnen zijn. Oké. Okay. 일단은 그 응답 감사합니다. 너무 아름다운 응답이라고 말씀했어요. 그리고 그 처음에 그 말씀하신 그 21 가사는 좀 웃겨요. 그 기자는 왜냐하면 그 이 책 안에서 그 K-pop 그룹이 그 어떤 역할도 해요. 그 좀 도피할 곳 이라고 했어요. 그 기자는 그 K-pop 그룹이 같이 뭐 상상하면 그 K-pop 그룹을 통해 우리가 좀 escape 할 수 있어요. 그런 역할 맞습니까? 맞아요. 정확히 그런 의미로 사용을 했습니다. 네. 아. Hij zegt, dat heb je goed gezien, dat dat een soort toevluchtsoord is. Dat, we, dat, dat de personages eigenlijk dankzij zo'n die K-pop groep kunnen ontsnappen aan hun werkelijkheid. Ja. Heel mooi vond ik dat. En er zaten sowieso voor mij als lezer heel veel herkenbare elementen in de roman. En dat verraste me eigenlijk wel, ook deels, omdat we toch aan de andere kant van de wereld zitten. Maar er waren dus heel veel dingen die sterk resoneerden bij mij als iemand van 23 en queer. Hoe kan het dat ik en heel veel lezers over de hele wereld met mij je herkennen, zich herkennen en gaan herkennen in je boek? Hmm. 그 기자 같은 경우는 그 이 책이 배경은 서울이라서 좀 뭐 완전 다른 국가인데 예전과 달리 그 공감할 점이 많았어요. 그러면은 그 기자는 그 23살인 키어인데 그 많은 사상에 공명했습니다. 그럼 전 세계에서 수많은 독자들은 작가님이 쓰신 책에 동감하는 사실에 근거가 있습니까? 그건 제가 훌륭한 작가이기 때문이 아닐까요? Hij wil eerst zeggen dat het niet komt omdat hij zo'n geweldige schrijver is. Daar ben ik het mee oneens, maar ik ben benieuwd naar de rest van het antwoord. 기자가 그 훌륭한 작가 맞다고 했어요. 아, 네. 약간 농담이었고, 그냥 제 생각에는 가장 개인적인 것이 가장 보편적인 일이 되잖아요. 이 소설은 사실 되게 한국 사람이 아니면 이해하기 힘든 요소들이 많거든요. 뭐 호칭을 말하는 거, 형과 같은 호칭이라든지 아니면 K-pop 그룹이 또 세계적으로 유명하지 않은 그룹의 노래를 많이 썼어요, 제가. 그래서 사실은 외국인들이 이해하기 어려운 요소도 많이 있는데 다만 그 어떤 사람이 사랑할 때 그 감정을 되게 구체적이고 디테일하게 묘사해서 그것들이 결국에는 세계 어떤 나라 사람도 감정에 있어서는 비슷하게 공감할 수 있는 여지가 있어서 그렇다고 저는 생각을 하거든요. 그렇습니다. Hij zei dat hij zou kunnen begrijpen juist dat er over de hele wereld mensen zijn die het moeilijk zouden vinden om zich in te leven, omdat er ook referenties in voorkomen aan bijvoorbeeld K-pop groepen die juist niet zo heel bekend zijn over de hele wereld. Dus dat mensen geen idee hebben over wie dat precies gaat en dat het nog allemaal dat het een beetje onbekend terrein is. Maar hij zei dat hij inderdaad wel begrijpt dat hij, zijn karakters die schrijven of vertellen heel erg open over hun gevoelens en dat die gevoelens universeel zijn en dat die tot de verbeelding spreken en dat mensen zich daar in kunnen vinden. Dat heeft hij wel bewust gedaan. Dus dat probeerde hij wel te bereiken. Ja.
Ja, en zelfs ook die specifieke referenties. Misschien weet een lezer uit een ander land niet naar wie het precies verwijst, maar kan het alsnog wel iets vergelijkbaars oproepen. Hmm. 그 외국 사람들이 그 K-pop 그룹 몰라도 그 레퍼런스 이해할 수 있다고 했어요. 예. 네, 좋네요. 그래서 막 일본에서 출간했을 때도 그 분들이 유튜브에서 검색해보고 그랬다고 하더라고요. 다 들어봤다고. 아. 그래서 좀 재밌었어요. 네. 아, I vond het grappig om te horen dat toen het boek in Japan uitkwam, dat, het, dat heel veel mensen daar gingen googelen naar wie is Tiara nou eigenlijk, wie al de K-pop referenties die er was worden gemaakt, daar gingen mensen echt naar op zoek. Ja, wat grappig. Ja, want met die vertalingen, het boek gaat de hele wereld over en jij wordt zelf ook een internationaal bekende schrijver. Voelt het als het begin van een nieuwe fase? En wat verandert er nu al? En wat denk en hoop je dat er nog gaat gebeuren? 그 마지막 질문인데 그 역문 덕분에 해외에서 유명한 작가가 되어갑니다. 이제 새로운 단계에 집어드는 느낌입니까? 벌써 변화를 느껴봤습니까? 앞으로도 어떤 기대를 갖고 있습니까? 일단은 원 제가 제일 처음 그 변화를 느꼈던 거는 제가 원래 브라운 대학교에서 초청 강연을 가기로 돼 있었어요. 그 엠마 왓슨이 나온 학교 브라운 대학교에 초대받아서 제가 주변에 자랑을 엄청 많이 했거든요. 나 아이비 리그 대학교에서 강의한다고 자랑 엄청 했는데 COVID-19 때문에 다 취소됐어요. 그래서 사실은 원래 이제 이번 달부터 미국이랑 영국에 북투어를 할 생각 예정이었어요. 출판사의 주최로. 근데 그것도 다 취소돼서 그냥 아직 그리고 제가 외국어판 그 일본판을 제외하고는 외국어판 책을 받지를 못했거든요. 그래서 그 실감이 잘 안 나요. 이렇게 내가 외국 독자들이 나를 읽어주고 있구나라는 생각이 잘안 드는데 그래도 뭐 인스타그램 다이렉트 메시지나 이런 걸로 되게 평가가 이제 오고 있거든요. 그래서 그럴 때마다 되게 신기해요. 네, 외국어로 된 평가를 받을 때마다. 네. Nou, het eerste wat hij merkte aan deze nieuwe fase was dat hij werd uitgenodigd om op bezoek te komen bij Brown University, de universiteit van Emma Watson. En dat vond hij heel erg gaaf. Also be in Ivy League. Yeah, that's the important thing for Korean. Ah, ja, ja, ja. Een Ivy League universiteit, daar was hij bij uitgenodigd om te komen spreken. Ook als onderdeel van een boektour door Amerika, Engeland en dat was door zijn uitgeverij allemaal geregeld. Alleen is dat vanwege corona allemaal gecanceld, dus dat vindt hij heel jammer. Maar via direct messages op Instagram merkt hij wel dat er echt dat er nu recensies, of nou ja, hoe je dat ook noemt, dat het boek goed ontvangen wordt. En dat vindt hij leuk om te lezen. Wat zei hij als laatste? Dat merkte hij in ieder geval aan het verschil wat nu. Ah, hij zei ja, vanwege de alle. De boeken heeft hij zelf nog niet in zijn handen kunnen hebben. Dat zei hij als laatste. Dus behalve dan het Japanse boek. Maar de Engelse editie, zowel de Amerikaanse uitgave als de uitgave in het Verenigd Koninkrijk, heeft hij nog niet kunnen voelen. Dus het voelt voor hem nog niet helemaal echt. Het is nog een beetje onwerkelijk. Ja. Dat zei hij. Dat kan ik me voorstellen. En ik kan me ook wel iets voorstellen bij de overweldigende hoeveelheid reacties. Want als ik even als maat neem, ik heb enorm van het boek genoten en ik kan me niet voorstellen dat niet heel veel andere mensen dat ook gaan doen. Ik heb het ook, toen ik het uit had, direct voor een vriendin besteld, want dat moest gewoon. Dus ik wil iedereen die kijkt meegeven, koop het boek bij je lokale boekhandel, ga dit lezen, want het is echt de moeite waard. En
Sang-young en Matto, ik wil jullie enorm bedanken voor dit gesprek. Oké. Okay. 기자는 다시 한번 너무너무 재미있게 그 책을 읽었습니다. 그러면 그 독자들에게 이제 그 추천해요. 그 제발 그 서점 가서 이 책을 사주세요. 그런 말씀 했어요. 네, 그 마지막으로 너무 감사하네요. 마지막으로 작가님과 마토에게 그 감사드리며 이 인터뷰를 마무리하겠습니다. 네, 감사합니다. Thank you.